Op zaterdag was de Nationale Reddingbootdag, oftewel een open dag bij de reddingsdiensten. Dit ter ere van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM. Naast het jubileum heeft de open dag ook een ander doel. Alle 47 stations in Nederland zijn open voor donateurs, voor publiek, geïnteresseerden. En het is mooi om vandaag een rondje te varen. Het doel van vandaag is om de donateurs te bedanken. De KNRM bestaat dus 200 jaar, sinds 1824. En het is inderdaad hard nodig. Je ziet dat wij meer dan 100 reddingen per jaar verrichten vanuit het Dordtse station. Dus het blijft nodig voor pleziervaart en ook voor de beroepsvaart. Een belangrijke organisatie als de KNRM draait dus op donateurs. Zou dat niet juist vanuit het Rijk gefinancierd moeten worden? Dat is juist het mooie. Het is al 200 jaar lang gelukt om het juist niet met subsidiegelden, met overheidsgelden te doen. Dus je ziet juist een hele mooie samenwerking tussen de samenleving en de reddingsstations. Dus zowel de bedrijven als inwoners van het gebied en mensen die het station willen steunen, die lukt het om ons operationeel te houden. Ik vind dat zelf heel waardevol.